onze jury officieel voorstellen. Ze zijn de wijn bij onze kaas, de bloemen in onze vaas, kortom de urine in onze blaas. Hier zijn Jeroen en een man die alles weet, zelfs de code van mijn bankkaart, Jonas Geijnaert. Dag Jeroen, dag Jonas. Tof dat jullie hier zijn. Ik zie jullie blije gezichten, vooral dat van Jeroen. En ik denk, die hebben er zin in. De vraag die iedereen mij stelt nu is, na die ene aflevering, hoe is het bij Jeroen en Elodie thuis? Ja, in de vorige aflevering, Elodie, we hebben met wat modder naar elkaar gesmeten. Ja. En wat belachelijk gemaakt. Ja, we hebben toch nu wel wat afspraken moeten maken, omdat we weten, we zijn wat te ver gegaan. Dus we hebben nu afgesproken, we hebben drie dingen afgesproken. Dat we niet meer lachen met ons kind, Remus. Ja. Gewoon ons privéleven te koer en het urineverlies van Elodie. Ja, heeft ze effectief naar een andere man, naar een nieuwe man gezocht, denk ik? We zijn volop aan het zoeken. Wat denken jullie over de kandidaten vanavond? Het wordt heel moeilijk vanavond. Ja. Ay, voor de kandidaten zelf niet per se, denk ik, maar voor ons. Omdat sinds het hashtag MeToo gegeven, sinds die beweging, zijn er ons ook richtlijnen opgelegd. En we mogen bijvoorbeeld niet meer lachen met de politici, ook niet meer met vrouwen of met mensen met een bizarre familienaam. Dus het aantal onderwerpen waarover we wel nog grappen mogen maken, is eigenlijk heel beperkt. Ja. Zeg, Erik, hoe is dat met uw tanden? Hoe schatten jullie de kansen in van Xavier? Eerlijk gezegd heel hoog, omdat ja, Xavier die heeft een verleden als radiojournalist. En daardoor weet hij ook per definitie heel veel over de actualiteit. Ja. En ja, sinds hij De Zevende Dag presenteert, weet hij ook hoe het voelt om ja, in een programma te zitten dat veel te lang duurt, waar oude mensen een belangrijke rol innemen en waar weinig gelachen wordt. Dus het is eigenlijk wel een vertrouwde omgeving voor hem. kan een voordeel zijn, denk ik. Ja. Ja. Barbara Serafian is er ook weer bij. Prachtig, hè? Ja, ik ben ongelooflijk blij dat Barbara hier zit. Wij kennen elkaar nog niet zo heel lang, maar zo een half jaar geleden heeft zij meegespeeld in onze fictiereeks die ik samen met mijn vriendin geschreven heb. De dag. Dat waren de opnames en Barbara had een belangrijke rol in onze reeks. En ik vind, ja, dat is geen mop, het moet niet altijd een mop zijn, maar dat is een actrice van... Ah, dat was een belangrijke rol. Ja. Dat is een actrice van wereldniveau en ja, dat is super tof om mee op set te staan. Ja. Amai, ja, mooie woorden. Ja. Was het leuk op de set van de dag? Ja. Nee, het was zeer, zeer technisch, zeer interessant. We gaan zien, het resultaat komt volgend jaar. Ik heb alle scenario's mogen lezen van Jonas. En ik heb ook al een stukje mogen zien. En ik moet echt zeggen, Barbara, het ligt echt niet aan u. Ik vind dat zo erg. Nee. Goed, Christophe Calvo is er ook bij. Ben jij een groene jongen, Jonas? Ja, eigenlijk wel. En meer dan vroeger. Mijn vriendin en ik, we zijn overgeschakeld op een milieuvriendelijker brandstof om ons huis te verwarmen. En nu stoken wij op steenkool. Ja. 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 En met wat verwarmden jullie dan daarvoor? Daarvoor met ivoor. Christophe. Blind. Blind, ja. Dat Daily Blind. Ja, wat een redelijke naam is voor een voetballer. Voor een scheidsrechter zou echt wel een slechte naam zijn. Hè? Nee, en de blinden gaan we niet meer lachen. Hè? Nee, maar dat is iets dat we meer en meer mee bezig zijn. Er is een beetje te doen geweest ook rond seksistische moppen. We proberen erop te letten om daar niet mee te overdrijven. En ook ja, blinde mensen, daar gaan we niet meer mee lachen. Omdat ja, veel blinde mensen zijn ook fan van De Slimste Mens. Die luisteren ook mee naar het programma. Ja. En ja, die mensen moeten eigenlijk zich geen zorgen maken, want er komen gewoon... We gaan geen moppen meer maken over blinden. Eet jullie wel eens suikervervangers? Nee, ik heb er wat schrik voor gekregen. Omdat een onkel van mij heeft zoiets meegemaakt die wil wat meer op zijn gezondheid letten. En die is toen overgeschakeld van suikerhoudende frisdranken op frisdranken met aspartaam. Ja. En 2 weken later is hij van de ene dag op de andere eigenlijk helemaal blind geworden. Ja. En dat lag aan die aspartaam? Nee, die stond in de lijzen aan de rayon met suikervrije frisdranken. En er heeft een of andere gek zwavelzuur in zijn ogen gegooid en kon niet meer zien. Ja, dat is een erg verhaal. Dat is een triestig verhaal. Ja. Ja. Ja.
Nee, Xavier, je hebt lang de ochtendradio gedaan. Hè? Ja. Was jij al... Mijn naam moest je nog veel vroeger beginnen waarschijnlijk. Of... Ja, 5 uur, 4:15. Ja. Zijn jullie altijd geconcentreerd op het werk? Nee. Nee, zijn jullie altijd geconcentreerd op het werk? Sorry, wat? Zou het iets voor jou zijn, ook een kookboek later? Oef. Desserts? Ah, ja, misschien wel. Ja. Ik heb al een titel voor uw kookboek, denk ik. Een pateke van Xavier. Oh. Snap ik. Poverty chic. Had jij ervan gehoord, Barbara? Ja, ik vind dat kei mooi. Ik meen dat. En ook zo rondlopen met een marginale plastic zak gewoon. En met daarin kei duur grief. Zo. Het toppunt van snobisme. Is dit voor jullie? Ik heb dat wel eens geprobeerd. En ik, echt waar, ik heb heel goede reacties gekregen van mensen op straat. Maar echt heel goede reacties. Axel Duisleider heeft me zelfs een cheque van 10.000 euro gegeven. Maar voor de rest, nee, ik hou meer van iets stijlvolle kleding. Alhoewel, ik ben ook wel een fan van de zeemanslook van Jonas. Het is maar een mopje, hè, want ik kan Jonas hier heel de avond vernederen, maar ik zie dat zijn stylist mij al voor is geweest. Ja, ik ken de stylist van Jérôme trouwens heel goed. Hij is een sympathieke man. Die heeft bij ons thuis het behang gekozen. Ondanks zijn visuele beperking. Hebben jullie wel eens vergist met zo'n sms? Ik heb wel eens heel gênants meegemaakt ooit. Want Elio staat dus in mijn gsm net onder Elo. Ja. En ik heb dus ooit eens de sms naar Elio gestuurd. Ik wil u vanavond helemaal aflikken. En naar Elo, ik wil graag met jou de toekomst van het socialisme spreken. Echt, toen ik dat door had, was te laat. Ik schaam hem echt kapot, want die beide sms'en waren dus voor Elio die Rubo. Ja. Heb jij een kat thuis? Nee. Nee. Jij, Barbara? Nee. Xavier? Ja, twee. Twee? Ja. Ja. Hoe heet ze? Ze heette... Stoel. Stoel? Ja. Ja. En Appie. Dat is grappig dat jij een kat hebt die Stoel heet. Want wij hebben thuis een stoel en die heet Xavier Taveren. Nee, hebben jullie honden of katten? Ja, ik had een hond, maar mijn kind, ja, dat ging niet samen. Dus ja, we hebben die moeten wegdoen. En ik kan u verzekeren, Erik, dat gaat door merg en benen. Als je zo helemaal alleen dan het bos uitloopt en je hoort die kreten dan... Papa, papa. Ja, dat is eerlijk. Nee. Zijn jullie fan van Bono? Zeker, ja. Ik heb trouwens nog een heel straf verhaal over U2. Ja? In 2015 ben ik gaan kijken naar, in het Sportpaleis. Ja? Met wat vrienden. We zijn nadien gaan wij gewoon nog iets eten in de stad, in een pitazaak. En we zitten daar te eten en de deur gaat open. En wie komt daar binnen? Meester Dirksen, mijn leerkracht Frans. Fantastische anekdote. Ja. Ik heb ook nog een anekdote over datzelfde optreden, ja. Trouwens. Maar, ja, misschien minder grappig. Maar een ex-studiegenoot van mij die was geluidstechnicus in het Sportpaleis voor dat optreden van U2. En een dag nadien was hij dus doof. In de lei zat er iemand zo'n zwavelzuur over zijn oren gegooid en zijn trommelvliezen verstrooid. Dat is verschrikkelijk. Nee, slaan. Neerslaan of met een voorwerp slaan. Ja. Ja. Nee, hebben jullie wel eens iemand vermoord? Nee, nee. Maar ja, ja, ik ken wel iemand die... die zit nu op de... die zit in de gevangenis. Zijn zaak moet nog voorkomen, maar die, die wordt beschuldigd van verschillende moordpogingen. Dat was een supernormale jongen van bij ons in Torp. Die zat samen met mij in de jeugdbeweging. Maar zo op een ochtend zijn die zijn stoppen doorgeslaan. En die heeft een pot zuur uit de garage gepakt, naar de lijst gereden en dat op drie mensen in de kop gegooid. Dus, en ik ken die mensen alle drie. Hè. Ja. Verschrikkelijk. Vreselijk vooral. Een onkel van mij, mijn opa en een geluidstechnicus die vroeger bij mij in de klas zat. Ja. Dat ging zeer snel. Zitten jullie vaak op het internet?
Ja, ja, toch wel. En ik heb trouwens een truc. Ja, veel mannen moeten hun browsergeschiedenis wissen om niet in de problemen te geraken thuis. Ik heb daar iets voor bedacht. Ja. Ik heb dus een harde schijf voor mijn porno en een slappe schijf voor alle andere data en de foto's van Elodie. Ik heb daar wel ook iets mee voor gehad met webbrowsers. Ik wou online iets bestellen. Ik wou een cadeautje kopen voor mijn vriendin. Ja, dat is heel stom, maar ik wou intypen van een mooie 24 karaats gouden halsketting. En ja, ik typ per ongeluk in hot lesbian ass-licking threesome. Afwijzing en vaak ook verlatingsangst, bindingsangst. Hebben jullie daar last van bindingsangst? Nee, ik heb wel een andere fobie. Dat is ja, iets zeldzaam. Dat is diagnosefobie. Ja? Ik heb mij daarop laten testen. En ze hebben de resultaten opgestuurd, maar nog niet durven kijken. Nou. Nee, shoppen jullie veel online? Je moet daar voorzichtig mee zijn. Ze proberen nu altijd veel meer aan te smeren dan dat je nodig hebt. Als je online winkelt, bijvoorbeeld ik wou een keer online een winkelmandje kopen. En ik druk op koop en ik wil betalen. En ik zag dat ze in mijn winkelmandje nog een tweede winkelmandje hadden gedaan. Dus ik duw op verwijder artikel en dan wou ik duwen op betalen. Maar toen zeiden ze van u heeft geen artikel in uw winkelmandje. Dus ze dwingen u om eigenlijk twee winkelmandjes te kopen. Met de kippen. Lucien van Impe, toerwinnaar ooit. Peter van Asbroek, acteur. En een Jan van Gent. Maar Erik, jouw leuke achternamen, plaatsbenamen. We hebben dat eens opgezocht. Er is dus ook een dorpje dat Looi heet. En dat is een klein dorpje net buiten Hollywood. Waarvan, ik heb het opgezocht, de bewoners dus hoe hard ze ook proberen, nooit in Hollywood geraakt. Nee, op Wikipedia staat dat de populairste voornaam daar Erik is. En de minst populaire Oscar. Christophe, je hebt lang gezeten, hè? Barbara mag van mij ook gewoon blijven. Ik weet niet wat ik kan. Ja. Ah, wel, dank. Einde. Ja. Wat denkt de jury? Wie zal het halen? Goh, het is echt heel moeilijk ook voor ons, omdat het zou leuk zijn als Christophe blijft, want het is een super sympathieke gast, dat meen ik echt waar, topkerel. Het zou ook leuk zijn voor ons, want dan kunnen we nog een paar grapjes over groen maken. We hebben er vandaag niet te veel gemaakt. Eigenlijk niet. Ja, voilà. Dus dat zou tof zijn. Maar anderzijds, wij zijn ook zodanig van Barbara onvoorwaardelijk. Als we moeten kiezen, dan gaan we zeggen, dan hopen we dat Barbara blijft. En we zijn fan, hè. Ja. Ja, we hebben zelfs samengelegd voor een boeketje bloemen om het in de loge achter te laten. Ja. Maar ja, Christophe Calvo heeft jammer genoeg opgegeten. We zullen zien.